onderweg naar Milou voor een vlindermassage. Ik ben benieuwd. Mijn naam is Milou van Toor en mijn praktijk is praktijk Lucky. Een vlindermassage is een heel rustgevende, diepwerkende massage, waarbij ik met herhalende bewegingen over je rug ga, onder andere over je wervelkolom, en dan over meridianen die op je rug lopen, heel langzaam. Terwijl ik over die wervelkolom heen ga, blijven mijn vingers op bepaalde plekken hangen, wat vaak duidt op een energetische blokkade. En een energetische blokkade, dat kan puur zijn ontstaan door heel veel stress of iets wat je hebt gehad, maar wat je hier misschien hebt verwerkt, maar in je lijf nog niet helemaal verwerkt is. Tijdens de massage kom je echt in een soort meditatief bewustzijn, omdat het heel langzaam gaat. Nog langzamer dan ik nu laat zien. En dat je echt even in stilte helemaal in jezelf keert. Het is slim om een vlindermassage te nemen op het moment dat je merkt dat je heel veel onrust bijvoorbeeld in je lijf hebt. Dat je slecht slaapt. Dat je heel veel aan het nadenken bent. Want dat is wat er heel veel in het dagelijks leven gebeurt. Hè. We zitten heel veel in ons hoofd en na te denken over hoe ga ik dit nou oplossen. En eigenlijk is de vlindermassage ervoor om echt even te landen in je lijf. En bijvoorbeeld als je een persoon bent die gevoelens opkropt, is een vlindermassage een manier om er even echt binnen in jezelf te komen en echt contact te maken met welke gevoelens er eigenlijk in je leven bijvoorbeeld. Ze zeggen altijd, het lijf is eigenlijk de grootste bron van informatie. Want ik kan nu zeggen, nee, ik ben niet zenuwachtig hoor, maar mijn gezicht is rood. En je ziet aan mijn handen een beetje trillen. Nou ja, dan zegt mijn lijf toch net iets meer dan wat het hier zegt. Na een vlindermassage merk ik, en heb ik heel veel gehoord van mensen, dat ze voelen, er is echt een last van mijn schouders gevallen. Dus heel veel verlichting, omdat het zo'n diepe werking heeft, ook op je, dat is nog een belangrijk ding van een vlindermassage, doordat ik over die wervelkolom heen ga, die verbonden zit aan je zenuwstelsel, die weer verbonden is aan alle organen en alles wat eigenlijk in je leeft, werkt het zo diep, dat er heel veel dingen van, ja, oude dingen zeg maar, naar boven kunnen komen. En je kan je voorstellen, als dat oude modder eindelijk in beweging komt, dat heel vrij kan voelen. Waarom is een vlindermassage niet zweverig? Omdat eigenlijk het enige wat ik doe, is jou terugbrengen naar het hier en nu. En gewoon in je lijf voelen en daar weer echt contact mee maken. Nou, voor mij is echt met juist met beide benen weer op de grond gaan staan en contact met het lijf, niks zweverigs aan. Want zonder lijf zijn we nergens. Ik bedoel, ja. Mocht je meer verdieping willen, dan kun je ook kiezen voor een vlindermassage in combinatie met familieopstellingen. Heb je meer interesse in familieopstellingen en wil je daar meer over weten? Stuur me dan een berichtje en kom ook kijken bij de online trajecten en sessies die ik geef. Heb jij deze video gezien en ben je geïnteresseerd in een van de sessies die je bij mij kan boeken? Stuur me dan een berichtje met dat je deze video hebt gezien en ontvang 10% korting op een sessie naar keuze. Conclusie. Ik ben gisteren bij Milou geweest en ik kan je zeggen dat het heel diep ontspannend heeft gewerkt. Ik heb heerlijk geslapen. Ik vind het heel bijzonder dat je door zo'n zachte aanraking toch in een hele diepe ontspanning kan komen. Het is niet zweverig, want door de herhalingen van de bewegingen kom je in een soort van rustige trance. Je valt niet in slaap, je bent ontspannen en je voelt echt weer het contact met je lichaam. Een beetje alsof de ruis van alle dagen die door je hoofd razen even rustig kunnen gaan liggen. En ga het meemaken. Het is echt zo lekker. En Milou is zo fijn. En het is echt een hele veilige omgeving die ze creëert. In mijn volgende video ga ik naar Katinka voor een stemmassage. Zij is zelf ook logopedist, dus zij is heel paramedisch opgeleid. Dus ik ga ervan uit dat het niet al te zweverig is, maar toch krijgt zij die stempel. Ik heb ook een tijdje bij een logopedist gelopen, omdat ik een Rotterdamse accent had. En ik zat op een theateropleiding en dan is het dus niet zo handig om een Rotterdamse accent te lopen te hebben. Dus daar ben ik nu vanaf, behalve als ik met mijn moeder bel. Heb jij of geef jij of ken jij ook iemand met een behandeling of een ritueel die vaak als zweverig bestempeld wordt?
En zou diegene of zou jij van die stempel af willen, dan kan je me nog steeds laten weten. Er staat inmiddels ook een reiki-behandeling op mijn agenda, dus dat komt er ook aan. En heel veel moois! Oké, nou ik ga nu toch lopen te zeggen. Doei!